Welkom bij gesprek met de laatste ingesprek voor de zomervakantie. Vandaag ben ik in gesprek met burgemeester Chris Lasson van Weidemere. Dag burgemeester. Dag. Uh, vorige week heeft de gemeenteraad besloten met 17 stemmen voor en 1 tegen... om uh, Weidemere op te heffen, om een bestuurlijke visie aan te gaan. Wat was uw gevoel daarbij? Nou, gevoel eigenlijk wel. Aan de ene kant uh, trots... Op het proces die de raad heeft doorlopen, gaat u misschien straks iets over vragen. Zeker, ja. no. um, uh, maar er trots op, uh, uh, ook het gevoel van, nou, de raad heeft echt haar verantwoordelijkheid gepakt in deze. Uh, het is een heel deugelijk proces gelopen, heel degelijk gegaan. En daar, ja, daar, daar heb ik wel een beetje gevoel van trots bij. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel uh, bijna het einde van een, van een tijdperk. En ja. dat is ja. Dat vindt niemand leuk, laten oh, we wel wezen. Ja. Wat heeft de gemeente dan echt ja. precies besloten? De gemeenteraad heeft een voorgenomen besluit genomen. Dat betekent dus dat zij aan hebben gegeven dat zij denken wel dit besluit te gaan nemen op 5 oktober. Uh, maar voordat ze het definitief besluit nemen, willen ze wel uh, met inwoners in gesprek en ook met andere maatschappelijke organisaties en overige in gesprek. Om te kijken van, ja, wat vindt men belangrijk om mee te nemen in het definitief besluit. En men wil een bestuurlijke visie aangaan? Zeker. Wat houdt een bestuurlijke ja. fusie in? Een bestuurlijke fusie houdt in dat deze gemeente met één of meerdere gemeenten uh, opgaat en een andere een nieuw te vormen gemeente. Of dat je aansluit bij een andere gemeente. Hè? Dus uh, dat is ook een mogelijkheid. Ja. Ja. Het was een besluit van de gemeenteraad, maar wat was nou het doorslaggevende argument om over te gaan tot een fusie? Nou goed, als we het hebben over een degelijk proces, dan denk ik dat dat, uh, dat ook etaleert hè, welke elementen dan belangrijk waren hierin. Het was in één iets, hè, dat maakte dat men tot zo'n besluit kwam. Het is een samenstelling van een heleboel gegevens. Natuurlijk de financiële situatie, dat is wel een belangrijk nou, een belangrijke reden geweest, maar is het wel veel meer. Men heeft echt gekeken naar wat willen we voor onze inwoners... wat vinden we het beste voor onze inwoners... en wat kunnen we onze inwoners bieden naar de toekomst toe... als je kijkt naar alle maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. En nou, ze hebben gekeken van... nou. Wat is de belastingdruk bijvoorbeeld hier in de gemeente? Wat is het voorzieningenniveau? Wat vinden we het gewenste voorzieningenniveau? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de kosten die we daarvoor moeten maken? Maar ook welke mogelijkheden hebben we daartoe ook om het voorzieningenniveau op peil te houden? Qua organisatie, qua personeel. Uh, kijken naar wetgeving bijvoorbeeld die op ons afkomt. Kunnen we dat wel uitvoeren? Dus er zijn heel veel elementen die meegewogen zijn in het uiteindelijke besluit. Maandenlang hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden. Uh, onder leiding van het bureau Cox de Voogd, ja. achter gesloten deuren. Uh, hoe ging het proces? Ik begreep dat men tien doelen moest kiezen en moest zeggen wat men daarvan vond. Dus dat is een soort eindfase, klopt dat? Ja, dat is onderdeel daarvan geweest. Ja, uh, eerst is het begonnen met de analyse. Daar is een analyse gemaakt naar de bestuurskracht. Mm -hmm. Nou, Dat is uh, gedaan op, op basis van objectieve gegevens. Maar ook met gebruikmaking van eerdere rapporten. Die ja. kennen we natuurlijk. Ja, hè? ja die, bekend. <laughs> die, die kennen we allemaal. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar bijvoorbeeld van Berenschot of uh, van Rijnconsult. Uh, en Lekker van Naam natuurlijk hebben we ook gehad. Nou, Daar is een bepaalde analyse uit voortgekomen. En vervolgens is gekeken nou, welke als gemeenteraad. Wat vinden jullie nou de tien belangrijkste doelstellingen als je kijkt naar je gemeente toe en welk niveau uh, wil je daarin hanteren? Dus uh, een belangrijk gegeven bijvoorbeeld is belastingdruk. Nou, Waarvoor wil je kiezen? Vind je het acceptabel dat de belastingdruk heel erg omhoog gaat? Dat je tot de, nou, de, de, de top 5 zit, in Nederland bijvoorbeeld? Ja, ja. Of zeg je van nou nee, als gemeenteraad willen we heel graag dat de belastingdruk eigenlijk op hetzelfde niveau blijft voor onze inwoners. Maar dat betekent wel dat je bijvoorbeeld dan niet iets kan doen op het gebied van voorzieningen. Nou. Uh, naar voorzieningniveau kijkend. Als je kijkt naar dan die doelstelling. Nou, de doelstelling van de gemeenteraad is dus dat ze het voorzieningniveau in de dorpen hoog willen houden. Nou, en dan kom je dus naar de elementen die er toe bij hebben gedragen. Dat in, de, in het uh, uitbalanceren van alle doelstellingen. Nou, dat er eigenlijk maar één... Uh, ja, in mogelijkheid op, Ja, overeind blijft. Volgens is ook ja. dat het echt een onontkomen besluit ja, was. Ja, het ja. feit alleen dat 17 van de 19 uh, raadsleden voorstemmen. Hij ja. zegt al genoeg. Nou ja, en om, om af te maken, want dat is misschien voor ja. mensen heel helder dan. Er zijn dan volgens tien doelstellingen die ja. zijn geformuleerd. En toen hebben die, die tien doelstellingen naast eigenlijk vier uh, mogelijkheden gelegd. Vier scenario's, waar. Vier scenario's. Dus zelfstandigheid, uh, intensievere regionale samenwerking, een ambtelijke fusie of een bestuurlijke fusie. En, en dan zie je dus, als je eigenlijk al die tien doelstellingen nastreeft, in combinatie met die analyse die er lag, dat er eigenlijk maar één. Uh, mogelijkheid overbleef. Ja, ja. die kwamen ook drie onderdelen samen. Uh, uh, de toekomstvisie die u net geschetst hebt, ja. uh, het financiële herstelplan, waar men al heel lang mee bezig is geweest, en het organisatieplan. Uh, nu hoorde ik ook mensen zeggen dat de samenhang tussen die drie onderdelen ontbrak. Bijvoorbeeld het financiële herstelplan kwam op het allerlaatste moment naar voren. Uh, bent u het daarmee eens? Nee, alhoewel ik wel kan begrijpen dat men het gevoel misschien heeft. Ja, het zou gebaseerd ja. zijn op oude cijfers, bijvoorbeeld. hoorde ik iemand zeggen. Het financieel herstelplan? Nee, de toekomstvisie werd gebaseerd op de cijfers. Oh. voordat het financieel herstelplan klaar was. Ja, kijk, het financieel herstelplan en het, uh, het toekomstperspectief zijn twee separate uh, processen geweest. Dat hebben we wel eens eerder besproken. Ja. Er zat wel degelijk een wel degelijke samenhang in. Uh, communiceren vaat heb ik het, geloof ik, al genoemd hier. Ja. Maar het zijn wel twee verschillende processen geweest. Uh, wij moesten als gemeente wel het financieel herstelplan uh, vast gaan stellen in juli, ja. uh, Als zijn de kadernota om de begroting voor komend jaar uh, ja, te kunnen opmaken. Dat is een proces wat moest gebeuren. Het toekomstperspectief dat vond men politiek belangrijk dat we ook gelijktijdig daarnaast niet lopen en dat we ook in juli dan een besluit op zouden nemen. En dat betekent dus dat je dan gebruik moet maken van objectieve gegevens die er liggen. Um, maar dat je niet helemaal kan afwachten tot het financieel herstelplan helemaal ontplooit is. Voordat je op basis daarvan nog andere besluiten Ja, want dat financiële hebben. punt is pas ja. wel heel belangrijk voor arbeidpolitieke partijen, heb ik horen zeggen. Uh, en dat kwam pas ja. heel laat. Er kwamen pas de nieuwe cijfers boven tafel. Ja, maar let wel, want ik heb net aangegeven. Um, het toekomstperspectief en het besluit met betrekking tot, to tot het toekomstperspectief. dat is deels maar gebaseerd op de financiële situatie hier in de gemeente. Mm -hmm. En een heleboel andere. Elementen hebben ook een rol erbij gespeeld. Oké, okay, een ander dus ja. kritiekpunt dat ik even wil noemen, burgemeester, is het feit dat de mensen zich afvragen waarom uh, uh, burgers, uh, bedrijven, instellingen pas geraadpleegd worden na het voorgenomen besluit. Waarom niet vooraf of tijdens uh, de besprekingen? Ja, dat is een bewuste keuze geweest van de raad. De raad heeft er zelf voor gekozen om, om op deze manier het proces in te gaan. Uh, en het achterliggende idee dan was dat, um, dat het een heel gevoelig onderwerp is. Voor heel veel mensen. En zij dus juist wilden... dan zou je denken: betrek de burgers erbij? Ja, maar ze wilden het ook zo zuiver mogelijk doen. En om die zuiverheid te bewaken, om, om te proberen om zo, nou ja, eigenlijk zo theoretisch mogelijk hè, die exercitie te doen. Uh, was, vonden ze het belangrijk om dat te kunnen doen achter gesloten deuren, zodat ze echt op het proces konden richten, echt konden richten op de gegevens die overlegd werden, en zo proberen vanuit een neutrale positie, zonder invloeden van buitenaf, te komen tot een afgewogen keuze. Een beetje de emoties buiten houden eigenlijk. De emoties buiten houden. Okay. En nu is het natuurlijk. Hartstikke belangrijk dat inwoners zich wel uit gaan spreken ja. over het gegeven van een bestuurlijke fusie. En wat ze daarin belangrijk vinden. En dat gaan we in september doen. Ja, en daar gaan we zo nog even over doorpraten. Ja. Uh, die, die avonden die in september volgen. betekent niet dat mensen kunnen stemmen met welke partner ze graag in zee zouden willen gaan. Dat heb ik ook ergens ja. gelezen. Nee, nee. Dat mensen, nee. burgers, kunnen niet kiezen van... we willen graag wat meer of heel Hilversum of, of een andere gemeente zijn. Maar dat is sowieso nu nog niet aan de orde, hè? Dus de gemeenteraad heeft gezegd, daar, daar gaan we het nog niet over hebben. Wij willen eerst met inwoners en, en stakeholders in gesprek om te kijken... wat vinden we nou belangrijk? Wat vinden we nou belangrijke kernwaarden in onze dorpen? Wat willen, we, wat willen inwoners graag meenemen naar een nieuwe gemeente toe? Wat vinden ze belangrijk daarin? Wat willen ze misschien anders hebben daarin? Dat meenemen naar het definitieve besluit... 5 oktober. En vanaf 5 oktober, dan gaat de verkenning uh, gestart worden met dat, wie men wil. In een het in kleuren van. Ja. Uh, het is niet zo dat burgers nog, uh, wij spreken, een, een fusie kunnen tegenhouden. Als, als op die avond blijkt dat mensen het helemaal niets vinden. Dat, dat, is, dat is niet meer aan de orde eigenlijk. Nou, met, de, met het voorgenomen besluit heeft de Raad eigenlijk wel gezegd: van dit is wel de koers die wij nou, jagen. Hè? Dus dit is waar we naartoe gaan ja. en met z'n allen. Um, en dat inkleuren is heel erg belangrijk, vandaar ja. dat het een voorgenomen, uh, voorgenomen besluit is en straks een definitief besluit. Maar het inkleuren is heel belangrijk. Um, maar ja, goed, alles kan. Hè? Zeker bij de Meren, dat hebben ja. we met de raadsvergadering ook meegemaakt. <laughs> alles kan, maar het ligt niet uh, in de lijn de verwachting dat op 5 oktober een ander besluit genomen gaat worden. Nee. Heeft u enig idee hoe die avond eruit gaan zien? Ja, een beetje wel, ja. Oh, die uh, vraag graag Ja, van je ja, horen. ja. We gaan deze week daarover communiceren. Er komt een de persbericht deze week naar buiten. Okay. Met de data en de, en de plaatsen. En het tijdstip en hoe, hoe men zich dan, nou, kan aanmelden daarvoor. Um, we gaan volop erover communiceren, dus maakt u daar geen zorgen over. En zo, is en, het per en, en, kern? Of, of, ja, het is per, per kern. Ja. Uh, dus uh, op, dan moet ik even een brief. Ja. 12 september, dus Loosdrecht en Breukeleveen. Ja. Nou, dat vindt plaats hier in het gemeentehuis. Uh, woensdag 13 september, Ankeveen. Dat vindt plaats dan in het uh, theater uh, De Delerijn. De Delerijn, Ja. Donderdag 14 september Schaafland en Korte Hoef. Dat vindt plaats in drie dorpen. En dan hebben we nog 19 september Nederhorst en Bergen. Dat vindt plaats bij de voetbal. Hoeft niemand op te schrijven. Komt allemaal aan de bladeren oh, okay, te staan. Oké, prima. Dus, uh, en het heeft, het heeft eigenlijk de vorm van een markt. Dus we hebben één klein plenair deeltje. Met vraag en antwoord. Met raadsleden ook. Zodat zij ook wel een en ander toe kunnen lichten. Maar het staat vooral in het teken van een marktvorm. Waar ze verschillende... Staattafels en plekken komen waar mensen op verschillende thema's hun input kunnen leveren. Dus iedereen krijgt volop gelegenheid om mee te denken over het inkleuren van, van de fusie. Zeker, en als je niet kan komen bij een van de avonden, of je vindt dat een beetje te veel, dan komt er ook nog een enquête die je kan invullen. Oké, okay. um, ja. mevrouw Lassom, um, de verkenning gaat er beginnen. Het is te onduidelijk, maar u hebt toch wel enig idee. Wat, wat voor opties zijn er voor fusie? Wat, wat, wat is er mogelijk? Ik denk dan: samen gaan we het heel veel sum. Uh, heeft u nog andere opties in het hoofd? Hoewel nou, het een van de gemeenteraad ik heb, is, ja, ik weet Ja, het, ja het, ik, ik heb geen opties het. in mijn hoofd. De nee, hoofdverdeling ik, moet we <laughs> strak houden, maar wat, 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 wat is de mogelijk? De gemeenteraad denk. gaat erover, maar natuurlijk, kijk, je hebt, je hebt verschillende smaken. Je kan samen gaan met één gemeente, je kan samen gaan met meerdere gemeenten. Uh, mensen spreken ook wel eens van opknippen hè, en, en dan uh, verspreiden. Dus er is heel veel mogelijk. Uh, net als wat ik zeg, als je samen gaat met een andere gemeente naar een nieuwe gemeente, dan kan je ervoor kiezen om samen... Eén nieuwe gemeente te worden met een hele nieuwe gemeentenaam bijvoorbeeld. Maar je kan ook ervoor kiezen om in te stappen in een nieuwe gemeente en dan sluit je aan bij een andere gemeente. Dus er zijn heel veel vormen mogelijk um, om, om die samenwerking dan vorm te geven. Ook weer een moeilijke vraag, maar ik stel hem toch aan mevrouw Lassom. Wat gaat nou die visie betekenen voor de gemiddelde inwoner van wijne Nou, aan de ene kant hoop ik heel veel. Uh, omdat uh, ik hoop daarmee dat we echt de dienstverlening aan, aan inwoners kunnen verbeteren. U, u, u weet het, ik heb het al vaker gezegd ook publiekelijk. Ik vind dat onze inwoners echt tekort worden gedaan. Uh, wij, wij bieden niet de meest optimale vorm van dienstverlening aan onze inwoners. Mensen moeten veel te lang wachten op vergunningen. Te, om teruggebeld te worden, wat dan ook. Op sommige plekken in de organisatie gaat het overigens wel goed. Ja, Paskortenrijk, ja. dat de gaat soorten, vooral de beter. Sociaal worden. En het gaat hopelijk ook naar de toekomst beter worden. Maar ik hoop echt met die bestuurlijke fusie. dat we ook eens veel steviger geworden dan als gemeente, als nieuwe gemeente. Ook om invulling te geven aan een nieuwe maatschappelijke opgave. die op ons afkomen, die iedereen raakt. Wat ik hoop niet gaat veranderen. ...is hoe het is in dorpen. Dat want, zo. Ja, want ja, dat moet echt wel dezelfde blijven. Want als er iets is wat kenmerkend is voor Weidemere... ...ik maak hem wel af hoor. Eén wil ja. nog stellen. Nee, nee, ik maak Kom, hem even af. Wat, wat kenmerkend is voor Weiden Meren. Dan wil ik wel gezegd hebben... ...zijn de dorpen en haar inwoners... ...en een waanzinnige dorpencultuur die we hebben ook in de dorpen... ...dat moet nooit verloren gaan. Als slot, uh, burgemeester. Uh, u bent uh, waarschijnlijk de laatste burgemeester van Meren. Doet dat geen pijn? Nou, daar denk ik nu nog niet over na. Nee. Want er is om een hele tijd te gaan en heel veel werk te gaan. En het gaat niet om mij, hè? het gaat om de inwoners. Dus uh, als de inwoners maar op een goede plek terechtkomen waar ze het gevoel hebben dat wat ze graag willen behouden, dat dat behouden blijft en de rest veel beter voor ze wordt, dan denk ik dat we met z'n allen een hele mooie toekomst tegemoet gaan. Dank u wel. Fijne vakantie. Ja. Dank.